Jong Ajax speelde gisteravond tegen Jong Heerenveen, Jong Emmen. En de ploeg van Pieter Huistra trad onder meer aan met Gabri, die zijn eerste wedstrijdminuten maakte sinds zijn blessure. Jong Ajax had de laatste drie competitiewedstrijden gewonnen. In de eerste 25 minuten gebeurde er weinig. Want dan dit moment. Nathaniel Wil raakt zijn tegenstander aan. Valt als eerste en de scheidsrechter besluit tot een penalty. De scheidsrechter De Groei. En Wil krijgt ook nog een gele kaart. Dan Wolven achter de bal. En die schiet onhoudbaar in. 1-0 voor Heerenveen. Door een penalty van Wolven. Jongebloed met een mooie opening op Marvin Zegelaar. Op rechts te vinden. Zegelaar schiet. En wat een blunder van doelman Bangma. Meevallen voor Jong Ajax. Zegelaar kan er zelf om lachen. En Ajax staat al snel op 1-1. Vrij trap van Houtkoop. Sander Houtkoop, de man met de nummer 38. Indraaiende vrij trap. Twijfel daar achterin en het is een doelpunt. 2-1 voor Heerenveen. In de 39e minuut. Door Sander Houtkoop. Daar zag de verdediging van Jong Ajax niet goed uit. Nog een keer Heerenveen. Voorzet. Kopbal en een goede redding van Verhoeven. Revancheert zich prima met deze redding. En dat was ook meteen de ruststand 2-1 dus voor Heerenveen. Een goed druk zetten van Jong Ajax. Danilo. Paasje op Sarpong en die scoort 2-2. Jeffrey Sarpong in de 49e minuut. Jong Ajax kwam dus goed uit de startblokken na rust. Mooi steekballetje van Danilo. En Sarpong maakt goed af. 2-2. En opnieuw een aanval van Ajax met Danilo. Voorzet. Wordt afgeslagen. En dan de counter met El Yunusi. Heerenveen nog steeds in balbezit. El Yunusi loopt vrij. Krijgt daar de bal. En scoort het 3-2. Tegenvallen voor Jong Ajax. 3-2 door de speler die al vaak in Heerenveen 1 speelde. Jeroen Verhoeven kansloos. Dan gaat Gabriel na een uurtje uit. Spanjaard maakte een geslaagde rentree. De Jong Ajax ging op jacht naar de gelijkmaker. Met Marvin Zegelaar voorzet. En gemist door iedereen. Danilo in de rebound. En Bangma redt met veel moeite. En opnieuw Jong Ajax met Zegelaar. Maakt zich mooi vrij. Zegelaar. Op Jongbloed haalt uit, schiet en Bangma redt ditmaal zeker. En dan weer Heerenveen. Uitbraak. Schot en prima redding van Jeroen Verhoeven. De Vriezen kregen veel ruimte. Maar Verhoeven redt uitstekend. En dan pakt Engelsen de bal op en wordt daar geblokt door Aslan. Die had al geel en krijgt daar zijn tweede gele prent. En ziet het al aankomen, moet voortijdig naar de kleedkamer. Dit was ook het laatste wapenfeit. Jong Ajax verliest met 3-2 tegen Jong Heerenveen, Jong Emmen. Estoy contento por haber vuelto a jugar pues un partido oficial y bueno, poco a poco lástima que no hemos podido ganar el partido. Ik vond dat we het in het begin wel redelijk onder controle hadden. Tot die penalty was er eigenlijk volgens mij bijna geen gevaar van de Heerenveen kant. Hadden we toch wel vrij snel de bal steeds. Nou ja, we deden er zelf ook te weinig mee voorin. Voor mijn gevoel moest ik vandaag scoren, dus dat is gebeurd. Hoezo voor je gevoel moest je vandaag scoren? Nou, ik had die opdracht van Peter gehad. Van de fysiotherapeut? Ja. Het was niet genoeg, zeker de tweede helft niet, nadat we op 3-2 kwamen. Konden we niet genoeg forceren, nog wel een paar halve kansen, maar niet genoeg. Ja, zei gewoon van, jij vandaag moet je scoren. En ik zei, oké, is goed, ga het doen. Dus daarom wees ik ook naar hem, bij de goal. Maar persoonlijk, ja, dat is een persoonlijk hoogtepunt. Maar ik denk als team dat we niet de maximale eruit hebben gehad. We krijgen te gemakkelijk 3 doelpunten tegen. En dat is de hoofdoorzaak, denk ik, dat we hier verliezen. Los tendones, todo bien?
Sí, todo bien. La verdad es que bueno, siempre hay pequeños molestias después de tanto tiempo de inactividad. Pero bueno, por lo general me he encontrado bien físicamente, que eso es lo importante. Volgende week in een hopelijk volle arena. Tijd om dingen recht te zetten. Ja, het zou mooi zijn als er veel mensen komen voor die wedstrijd. De entree is gratis, dus ik hoop dat er heel veel mensen komen.